Dus zodra die loopt en zijn achterpoot beweegt, wordt zijn kop naar achteren getrokken. Dus de haak zit vermoedelijk in zijn keel nog. En vast aan zijn poot. Dus hij moet echt geholpen worden, anders dan gaat het heel veel problemen opleveren straks. Nee, het lukt niet helemaal, omdat de zwanen te veel ruimte hebben. Dus we moeten ze een beetje bij elkaar drijven, dat we iets meer, dat ze iets meer opgesloten raken. Dat we hem kunnen pakken. Ja, het zou niet helemaal lukken, maar uiteindelijk hebben we met heel veel van mijn andere collega's toch bij elkaar kunnen drijven. En uiteindelijk had ik hem te pakken. Maar eenmaal op de kant was het visdraad verdwenen. Er zat visdraad omheen, dat hebben we gezien. En hij had er ook last van, maar doordat we ze een beetje op gingen jagen is het schijnbaar losgeraakt. En helaas is het water ingegaan.